We beginnen met het eerste BL voor de 20 voet containers. Let goed op, meneer Niels vroeg om 2 BL's op te maken. Waarom? Nou, dat vond ik gewoon een goed idee. Dan hebben jullie namelijk 2 keer zo'n BL ingevuld. En zoals ik al zei, hoe meer je het oefent, hoe makkelijker het wordt. Daarom had ik 2 BL's opgevraagd. In het echt zal je over het algemeen zien dat ze dit gewoon op 1 BL'tje zetten. Dat is namelijk goedkoper. Oké, de shipper was Philips Eindhoven. Let op, een heleboel mensen zetten hier Philips Amsterdam. Nee, hij zei specifiek, de shipper is Philips Eindhoven en meneer Niels zijn kantoor zat in Amsterdam. En ook hier zag ik een heleboel mensen die alleen Philips Amsterdam of alleen Philips Eindhoven invulden zonder adres. Doe dat niet op je examen, want dan krijg je geen punten. Dus vul hem in zijn geheel in dat adres. De Konzijni Battery and Bulbs Road 652 in Houston, Texas. Schrijf dit gewoon over. Het is makkelijk. Dit zijn gewoon dingen die je letterlijk over kan schrijven. En de Notify was same as Konzijni. Er zijn mensen die daar dus ook het hele adres van Battery and Bulbs hebben neergezet. Prima. Maar bespaar je het extra werk. Je kunt het gewoon als volgt opschrijven. Dus gewoon same as Konzijni. Nou, welk schip was het? Nou, die hadden we in de boeking al uitgezocht. In de boekingsbevestigingen. Amsterdam Express Voyage 1644. De laadhaven was Antwerpen, niet Rotterdam. Hè, want dit schip ging van Antwerpen vertrekken. Hadden wij uitgezocht in het schema. En de port of discharge was Houston. Het BL-nummer PHIL 1258 en die andere voor die 40 voeters was 1259 en dat had hij duidelijk aangegeven. De exportreferens was EXP 0987, een forwarding agent hadden we niet. Een consignees reference hadden we ook niet, dus die gaan we niet zelf verzinnen, die laten we gewoon leeg. De place of receipt was Eindhoven, want het was een carrier haulage voor transport. En de place of delivery was Houston. Dus als je dit zo gedaan hebt, dan was die helemaal goed. En een heleboel mensen hadden dit ook goed. De meeste problemen zaten in het volgende stukje waar ik dan zo meteen op kom. Ik ga naar de volgende. Wil je verder kijken? Zet hem dan eventjes op pauze. En dan kan je zo weer op play drukken. Dan ga ik gewoon weer verder. Oké, de volgende kant. Vergeet niet, containernummer, zegelnummer, marks en nummer. En hier heb ik een steekje laten vallen. Het eerste was de CRXU 254896 met een 7. Dat zei ik op het opname ook. Hè. Dat is gewoon het controlegetal, zo zeggen ze dat in de scheepvaart. En de volgende, ja dat besefte ik mij, zei ik KAXU. En voor mij was dat, is dat iets heel normaals. Een container is een KAXU, zo noemen ze dat. Maar een heleboel mensen, of een aantal mensen vroegen aan mij, wat de fuck is een KAXU? Daar hadden sommigen ook KAXU opgeschreven. Ja, niet, ik had dat gewoon, ja weet je, sommige dingen zijn voor mij heel logisch, maar die voor jullie zijn die dat niet. Dus ik heb er nog even eentje naast gezet, zo'n containertje. Dit is dus een KAXU container, C-A-X-U. En ja, zo ziet dat er dus uit. Dus heb je daar KAKSU opgeschreven, geen enkel probleem. Op je examen krijg je hem gewoon voorgeschreven. Dus niet op deze manier. Dus het is een CAXU. Ja, het zegelnummer en het, de marks en nummers, die moet je nog even opvragen bij de heer Niels, want die was die vergeten door te geven. Straks een opdracht voor het vreedmanifest en daar heb ik ze bijgezet in de opdracht zelf. Dus daar heb je ze dan wel. Wat is de place of receipt bij een merchant haulage, vraagt Lynn. Dat is een goeie. Nou, bij de place of receipt bij merchant haulage is de place of receipt de terminal. Hè? Dus de terminal waar je hem gaat ophalen. Sorry, waar die ingeleverd wordt, Lynn. Dus op het de plek, in dit geval zou dan de place of receipt Antwerpen zijn. Hè? Want daar zou die dan aangeleverd moeten worden als het merchant haulage was. Oké. Okay. We gaan verder. Number and kind of packages. 2 keer 20 voet hè, van buiten naar binnen. En die kunnen we zien. Die 20 voet containers kunnen we zien. Die hebben wij ontvangen. En daarna zetten wij, let goed op, STC. Want wij weten niet wat erin zit. De shipper zegt dat dit erin zit. Als wij hem open doen. 80 pallets LED TV's. Each pallet contains 15 LED TV's. En nou zei Rens hier tegen mij, meneer, hoe kan je nou 80 pallets in een 220 voet containers doen? Nou ja, in principe, Rens, heb je deels gelijk, maar je kan ze natuurlijk wel opstapelen. Er staat niet bij hoe hoog die pallets zijn. Dus het zou kunnen dat ze op elkaar stonden.
Dus je had wel deels gelijk, want er kunnen natuurlijk maar 22 pallets op de bodem staan in een 20 voet container. Maar ja, ze zouden dus ook op elkaar gestapeld kunnen staan. En het gross weight is 48.560 kilo. Bij elkaar opgeteld. Dus belangrijk. Gaan we verder. Daar komen ze. Freight prepaid, shippers, load, stowage en count en shipped on board. Die zet je dus op die plek neer. Altijd. Want daarmee geef je dus aan dat de shipper dus het schip geladen heeft en gelost heeft. En dat de goederen aan boord verscheept zijn. En dat de core vrachtkosten prepaid zijn. Moet je daar altijd STC zetten? Ja, Jaren, altijd. Want jij kan namelijk niet zien wat er in die container zit. Als ik tegen jou zeg, hier heb je mijn laptoptas, er zitten 3 laptops en 2 iPads in. Wil je die voor mij verschepen? Nou, dan ga je dat doen. En als jij geen STC erop zit en er blijkt ineens 20 kilo cocaïne in te zitten, dan ben jij de lul, want dan heb jij het vervoerd. En nu heb jij aangegeven, ja kijk eens, ik dek mezelf in. Die meneer zegt dat dat erin zit, dus ik heb het niet gecheckt. Dus dan zet ik er STC bij. Oké, okay. Total number of containers received. Nou, we hebben 2 containers ontvangen en het packages received bij de carrier mag je leeg laten, maar zij ook 2 in kunnen vullen. Wij hebben namelijk maar 2 pakketten van de carrier, 2 pakketten ontvangen van de afzender. 2 containers. Wij weten niet wat erin zit. Wij gaan daar niet in zitten, 80 pallets, want wij weten dat niet. Wij hebben dat niet gezien, wij hebben dat niet kunnen checken. Dus als je dat invult, vul je 2 in. Nou, en het is vervolgens ook een door-to-door zending, want wij regelden schijnbaar ook het natransport. Als je daar door-to-port hebt, dan vind ik dat ook voldoende, want volgens mij was de opdracht daar niet heel duidelijk in. Belangrijk, place and date of issue, en dat was Antwerpen, hè, want het schip vertrok uit Antwerpen en februari is zonder E. Ik zag een heleboel mensen met februari met een E erachter. Vertrekdatum van het schip 1 februari, dus Antwerpen 1 februari. Freight payable at, nou het is prepaid, dat hadden we al gezien, hè. Het is de incoterm SIF, dus de vrachtkosten zijn al betaald vooruit in de laadhaven. En in dit geval dus Antwerpen. En zet daar niet POL voor, want dat zag ik ook een heleboel mensen, maar alleen Antwerpen. Mag je ook de afkorting invullen, vraagt Bradley. Jazeker, je mag ook gewoon slak invullen. Lekker makkelijk. Meneer Paul zegt, hoezo is je pen leeg? Ja, misschien is Bradley wel een zuinige zeeuw, hè? Dus dat zou kunnen, dat hij zijn inkt wil sparen. Het is toch weer het eerst verdiend zo. Oké, okay, en dan number of originals, altijd 3, oftewel 3, en signed een handtekeningetje eronder. Oké. Okay. Dat was het eerste BL. Gaan we verder naar de tweede. Die is bijna hetzelfde. Dus daar ga ik dus nog sneller doorheen. Want anders gaan we het weer veel te laat maken vandaag. Want ik loop me alweer achter op schema, zie ik. Dus dat gaat niet goed. Oké. Okay. Wederom Philips Eindhoven, hè? Battery en bulbs, Seamus Konzijny. Nou, scheepsnaam was allemaal hetzelfde. Het enige verschil hier was het BL-nummer. Dit is 1259. Exportreferens. Place of Receipt Eindhoven en Place of Delivery Houston. Allemaal precies hetzelfde. Wat is de incoterm? Vraag Kerm. Dat was SIF. Hè. Dat hadden we eerder in het allereerste bericht van Philips. Hebben we dat opgekregen. Hebben jullie dat geluisterd? Dus het was SIF. Maar we moesten toch altijd Rotterdam schrijven? Vraagt Erika. Nee, dat komt meneer Pals eventjes op terug. Het schip vertrekt vanaf Antwerpen. Hè, dus daarom zet je Antwerpen neer. Altijd de laadhaven. Hij krijgt eens een pijn in je hand, Bradley, van het schrijven. Arme jongen. Moet je naar de fysio gaan. Oké, okay, ik ga verder naar de volgende. En daar is wel een verschilletje. Inbu, ALNU, FBTU, NIQ. Stielnummers nog opvragen. Nou, 4x40 voet containers, 100 pallets en 117.120 kilo. Dit was dus het verschil van dit BL. De rest is allemaal exact hetzelfde. Hè? Behalve dan het number of containers is 4. Maar de rest blijft allemaal hetzelfde. Vergeet die handtekening niet. Want een aantal mensen waren dat ook vergeten. Zonde krijg je gewoon een puntje voor. En februari kleine letter en zonder E. Ik lijk wel een docent Nederlands.
Ze kan nog een carrière move maken. Er zijn er meer binnen het STC die van havenlogistiek naar Nederlands gaan. Oké. Okay. Als je hier nog onduidelijk overheden over hebt, stel ze dan nog eventjes in de chat of kom maandag nog eventjes langs. Dan gaan we nu snel verder naar hoofdstuk 6. En bedankt namens de heer Niels, kan hij nog even lekker verder en zijn biertje drinken in de kroeg.